Mijn roadtrip brengt me in hartje Duitsland in de deelstaat Thüringen bij Natuurpark Hainich. Natuurpark Hainich staat sinds 2011 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO omdat het zo'n prachtig park is. Je kunt er heel goed hiken en fietsen, maar je kunt er ook een boomtopwandeling doen. Ik ben een hikeje aan het doen met Dietrich, de ranger. Mag ich auch gerne. Warum? Das ist unser Rangerhut. Das ist unser Wahrzeichen. Und schützt es auch? Auch schützt es sehr. Da kann es den ganzen Tag regnen. Okay. Und da geht nichts durch. Ja, das ist schlimm. Der hält wunderbar die Feuchtigkeit ab. Ja. Ich laufe mit der Sonnenbrille auf und Sandalen. Ja. Gute Schuhe. Ja. Auf der anderen Seite ist es feuchter, ja. Und da ist das Moos dran. Heinrich en ik gaan lekker eventjes wat eten. Dat hebben we wel verdiend na deze wandeling. Schmackelig essen? Bitte? Bon appetit? Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Die hier gaat. En als je denkt dat zo'n boomkronenpad alleen voor jongere mensen is, kijk dan even twee keer. Ga erop. In die boomkronen. En dat is dat tolle. Hoor je dat? Dat is dat tolle. Dat we midden tussen die boomtoppen wandelen gewoon. Je moet ook echt bukken. We zijn nu 15 meter. We zijn nu etwa 15 meter hoog. 15, ja, 15 meter hoog. We hebben bij 10 meter begonnen, hebben nu 15 meter en maken ze een schleife en komen bij 24 meter raus. En dat is ganz gemütlich, is ook voor de rolstoelen gedacht. Ja, 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 ook dat inderdaad. Heel, heel rolstoelvriendelijk. En je mag hier niet met honden komen. En dat is voor de mensen die angst hebben voor honden. Die kunnen snel schrikken en dan is het is maar 2 meter breed. Dus dan is het gevaar toch wel aanwezig dat je over de rand valt. Kijk, hier zie je hoe dat pad... Nou, op het boomkronenpad heb je telkens dus door een soort van rustplekken met informatie over welke bomen er zijn. Die plekken zijn gethematiseerd. Dit is het thema wilde kat. En nou, over die omgeving, over dat rustpunt waar je bent, staat in verschillende talen uitgelegd wat er hier aan de hand is, zeg maar. Mijn ranger laat zien hoe flexibel zo'n boom is. Moet je kijken hoe zo'n ding heen en weer kan bewegen. Ongelooflijk, hè? Darf ich es auch versuchen? Ja, dat is een beetje schwierig. Ik mag ook. Ja. Is het schwierig? Ja. Ja? Zo, dit was Natuurpark Hainich. Met als kers op de taart dat prachtige boomtoppenpad. Bitte? Vielen Dank. Bitte, bitte. Vielen Dank. Bitte, bitte. Sehr interessant. Ich freue mich immer, wenn ich eine Holländerin oh, ja? hier bei mir habe, weil ich eine Schwiegertochter habe. Die okay, aus Holland ja, 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 ja. Und wer heißt sie? Vivien. Vivien, aha, okay. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.